Op het nieuwe bedrijventerrein Schutseakker, gelegen tussen de Wit-Vrouwenbergweg en Acaciaweg in Someren, is in het een en het ander aan bedrijvigheid aan het gebeuren. Wethouder Willy Hansen vertelt wat er allemaal staat te doen. Wethouder Willy Hansen, we staan hier bij de Schutseakker, een bedrijventerrein tussen de Wit-Vrouwenbergweg en Acaciaweg. Wat staat hier allemaal te gebeuren? Ja, we zijn nu op dit moment bouwrijp aan het maken. Het bestemmingsplan komt deze maand in de raad, zodat we hier een ontwikkeling kunnen krijgen van bedrijventerrein. Ja. En die gaat niet beginnen als u geen bedrijven heeft die er interesse in hebben? Ja, we hebben al een aantal kavels verkocht. Natuurlijk onder voorbouw van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd en dergelijke. Dus we hebben aan deze kant het grotendeels al uitgegeven. Ja. Ja. Want er was behoefte aan een nieuwe bedrijventerrein? Ja, we hebben al in 2009 samen met Asten onderzocht wat de vraag was. Ondanks de crisis kloppen die cijfers nog grotendeels dat er echt veel vraag is. We hebben een achterstand altijd gehad aan Asten en Someren. Te weinig kunnen ontwikkelen. Dat hebben we vaak tegen de provincie aangegeven. Nou, uiteindelijk hebben we een plan kunnen maken samen in overleg met de provincie. Dat wij een heel groot stuk doen herstructureren op het bedrijventerrein, het Laurenscomplex en het Vaartje. Maar ook in combinatie met een stukje nieuw. En daar zijn we blij mee, want wat dat betreft vormen we wel een beetje een uitzondering. En daar valt dit stuk ook onder. Ja, we hebben jaren geleden bij Laurensplek gestaan. Toen dacht ik van nou, wethouder, probeer eerst maar eens hier vol te krijgen voordat je iets nieuws gaat bouwen. Nou, we hebben het voor 90% al verkocht. We hebben van de week weer een stuk verkocht. Er is nu nog een stukje over van 6.000 vierkante meter van totaal 7 hectare. Dus dat loopt hartstikke goed. Wat gebeurt dan? Wie is er allemaal gekomen? Zeg? Daar zit Ton van der Laar, een zomers ondernemer. Daar zit een asondernemer, De Wit. Een bedrijfsverzamelgebouw komt er. Met mooie kleine unitjes van 200 vierkante meter. Larco heeft een stuk gekocht voor in de toekomst zijn bedrijf uit te kunnen breiden. Van der Moosdijk heeft daar, we hebben nog een paar hallen laten staan. Twee hallen. En dan komt een bedrijf uit Lier op en een bedrijf uit Someren. Ze hebben ook verkocht op dit moment, die moet nog wat aangepast worden. En de VB-groep, hè, dus de waar wij het van gekocht hebben, die hebben nog een stuk zelf gehouden aan de Broekstraat. En dat hebben ze ook inmiddels verkocht, heb ik begrepen, aan een bedrijf in Asten. Dus dan hebben we het hele totale Laurenscomplex, dus het oude EDA-gebeuren, is eigenlijk voor 90% verkocht. Dat is hartstikke goed. De economie je aantrekt of hebben die mensen altijd al daar willen zijn? Nou, wat wij gewoon zien, wat we altijd gezegd hebben, de economie trekt op zich aan, maar hier is gewoon ook vraag naar. Veel ondernemers zitten inmiddels te klein, die hebben jarenlang niks kunnen doen en die hebben gewoon een uitbreidingsvraag. En het zijn allemaal zomers en assen ondernemers en ze doen het gewoon hartstikke goed hier. Er zijn natuurlijk bepaalde sectoren die niet goed gaan, de bouw, dat is gewoon een probleem, dat blijft denk ik nog voorlopig zo. Maar als je kijkt naar fijnmetaal of andere logistiek, denk ook bijvoorbeeld aan Gebroeders van Eijk, die waren de eerste. Die hebben een hele grote dependance, nou ook in Someren. Ja, het loopt gewoon. Wij zien ook op Lage Akkerweg, hè, dus richting de tuinbouwbedrijven, zeg maar, dus achter richting het kanaal. Daar hebben we ook een heel groot stuk eigen grond. Daar komt ook een bestemmingsplan nu ook in de raad. Maar daar hebben we al heel veel van verkocht. Ja. Dus het loopt gewoon goed. Ja. Schutseakker, even terug naar dit gebied. Wat komt hier? Ja, hier komt een zomers ondernemer die een garagebedrijf neer gaat zetten. Die heeft nu activiteit in Asten. Maar die zegt van ik wil een heel nieuw pand neerzetten hier op de hoek. Wie is dat? Multiauto, dat is Martijn van den Bogaert uit Someren. Daar zijn we ook heel blij mee dat hij ook tegemoet komt aan een wens van ons om het archeologische opgravingen die hier zijn ook een plek te geven bij zijn bedrijf. Ja, want het is hier wel een gebied waar iets gevonden kan worden. Ja, hier hebben we echt in de zomeren vinden we veel plekken waar al heel lang gewoond is. Hè. Ja, vroeger wouden ze ook al in zomeren wonen. Ja. Maar ook hier zijn echt veel resten gevonden van ook oude waterputten. En we zijn heel blij. Wat wij graag willen als gemeente is dat wij dat weer laten zien aan de bevolking. En er komt bijvoorbeeld aan de Muldersweg een mooie langgevelboerderij, replica van terug in samenwerking met de Heemkundekring. Daar gaan we dit jaar ook aan beginnen. En hier hebben wij voor elkaar kunnen krijgen in overleg met meneer Van den Bogaert. Die doneert een flink bedrag om hier waterputten, replica's, terug te laten komen. Dus dat is dan vrij toegankelijk. En dan kun je markeren weer de oudheid terug van Someren. Het echte onderwerp, bedrijventerrein. Multi-auto hebben we gehad. Wat komt er nog meer? Er komt een BMI komt hier. Dat is een bedrijf die zit op dit moment ook in Someren. Die doen een laboratoriumartikelen, geloof ik. Nou, en dan hebben we nog één kavel volgens mij wat nog beschikbaar is.
Ja, dan zijn we deze kant al grotendeels ontwikkeld. Dat gaat dan wel tot hetgeen wat nu zwart is, hè. Dus wat groen is. Dat is niet van de gemeente. Van wie dan wel? Dat is van een plaatselijke ondernemer hier in Zomer, een grote ondernemer. En daar hebben we al afspraken mee voor de toekomst. Van dat wij, als wij alle gronden zelf ontwikkeld hebben, hè, dus van de gemeentegronden, dan gaan we proberen bij de provincie of wij dat stuk verder kunnen ontwikkelen. Maar dat is geen garantie. De provincie is nu toe altijd heel terughoudend geweest. Die zegt van, we willen eigenlijk niks nieuws. Nou, we hebben het al, heb ik al uitgelegd, omdat wij veel investeren in herstructurering, hebben we wat nieuw kunnen krijgen. Maar we moeten dan echt weer de nieuwe discussie gaan voeren met de provincie. Maar misschien is dan de economie weer echt enorm aan het trekken. En wij zien toch, ja, misschien moeten we niet zo somber zijn. In ieder geval Asten en Zomeren niet. Asten is op dit moment de steeg gaan ontwikkelen. Nou, dat gegarandeerd dat er straks ook ondernemers uit Zomeren die kant op willen wellicht. Ik denk Asten en Zomeren dat de economie goed gaat op dit moment. Ja, dan ga ik vanuit dat waar nu groen is, dat het helemaal doorloopt tot Shell Linde? Nee, we hebben een afspraak gemaakt met die ondernemer, 4 hectare daarvan. En nogmaals, maar dat is, wij hebben een inspanningsverplichting richting die ondernemer. Dat we zeggen van, wij proberen het bij de provincie rond te krijgen. En zeker als daar vraag naar is, dan hoop ik dat de provincie daar een stuk in tegemoet kan komen. Ik sprak je geweest van een supermarkt, Jumbo, hier naartoe. Isidorus heb ik ooit gehoord. Zelfs een McDonald's, dat komt allemaal nog. Nou, wat hier wel had gekund in ieder geval in de bestemming is bijvoorbeeld een Boerenbond of een Isidorus. Die hebben in het verleden ook daar wel vraag naar gehad. Ze zeggen van, zijn er mogelijkheden? Maar door de economische omstandigheden hebben ze daar niet doorgezet. Hebben ze niet voor gekozen om hier te zijn. Een supermarkt kan hier sowieso niet. Het stuk wat we nu ontwikkelen vanaf de Komeet tot aan dat we hier doen, dat kan sowieso geen supermarkt. Er is wel een aanvraag van een supermarkt ondernemen in de zomer om eventueel in de buurt van het zwembad iets te doen. Maar daar is op dit moment ook geen sprake van. Dus dat verzoek ligt er wel. Maar we hebben daar op dit moment nog geen besluit of iets dergelijks over genomen. Maar hetgeen wat we nu ontwikkelen, dat kan sowieso geen supermarkt en ook geen McDonald's. Daar hebben we ook geen vraag van gehad. Hè? Misschien wil je dat graag. Dat was een gerucht. Ja, dat is gewoon een gerucht. Er wordt vaak iets over gezegd, maar we hebben geen enkele aanvraag gehad van een McDonald's of zoiets. Nee. De bedrijventerrein ligt akelig dicht bij de huizen hier in Plan Noord. Werkt dat? Ja, dat werkt als je maar rekening houdt met elkaar. Dus wat wij afgesproken hebben is dat wij de stukken wat we hier ontwikkelen geen hoge milieucategorieën qua bedrijven laten komen. Dus geen fijnmetaalbedrijven of meubelmakerijen, dat soort zaken. Dus lagere milieucategorieën. En we hebben gewoon afspraken kunnen maken met de bewoners hier. De zienswijzen zijn ook ingetrokken. We proberen een stukje tegemoet te komen met een aantal voorzieningen hier. Ik weet niet precies welke, maar we zijn er gewoon uit kunnen komen op een goede manier. We houden gewoon met de soort bedrijf wat er komt, echt er degelijk rekening mee met het feit dat hier mensen wonen. Ja, heel belangrijk, als een bedrijventerrein komt, is de werkgelegenheid. Levert deze bedrijven ook veel werkgelegenheid op? Ja, wij zijn daar tevreden over. Kijk, je kunt altijd hopen dat er heel bewerkelijke bedrijven zijn. Maar ik geloof dat hier zo'n multi-auto, daar komen volgens mij 10 tot 15 mensen werken zo meteen. Ik weet niet precies hoeveel mensen dat er bij BMI werken. Maar als ik kijk wat er nu wat wij al verkocht hebben de afgelopen paar jaar, hoeveel werkgelegenheid oplevert, is heel belangrijk. En het gaat juist om werk. Hè. Het gaat echt, mensen moeten eerst werk hebben, inkomen hebben. En dat is voor de leverheid ontzettend belangrijk. En wij willen echt de werkgelegenheid hier behouden voor Zomeren. Dan kijken we de andere kant op. We komen hier bij de locatie, de oude Brigantijn, zeg maar. Wat gaat hier verder mee gebeuren? Nou, wij hebben inmiddels meer duidelijkheid over wat wij met de diverse partijen hier kunnen gaan doen. Je weet dat de EHBO, die hier zat met een prachtige voorziening, nou, die gaan naar de Ruchten. Daar hebben we goede overeenstemming over met de EHBO en de Ruchten. Dus die gaan naar de Ruchten toe. Daar zit het jeugdcomité in. Nou, daar zijn we ook op dit moment in overleg mee van hoe we ze goed kunnen plaatsen. Ik kan wel melden dat Bouwdorp vinden we nog goed dat het komend jaar in ieder geval nog hier plaats kan vinden op het oude evenemententerrein. Omdat wij nog die grond nog niet uitgegeven hebben en wij zijn nog niet klaar met de andere locatie, die hebben we al op het oog. Maar daar moeten we nog, er zullen aanpassingen gedaan moeten worden. Dus we vinden het goed dat Bouwdorp hier nog plaats kan vinden. En ze hebben hier ook een ruimte. En daar komen we ook wel uit. Ik kan er nog geen definitieve mededelingen over doen. Maar we zijn in overleg ook met het jeugdcomité. Maar ik heb er vertrouwen in dat we daaruit kunnen komen. Ik hoor iets van Blokkert, de Donk.
Daar zou het in de toekomst misschien naartoe kunnen. Maar het kan misschien ook zijn dat het hier ergens anders nog voor het komend jaar nog zit. Maar daar doe ik op dit moment kan er niks over zeggen, definitief. Ik wil eerst daar definitief overeenstemming over hebben, maar het ziet er wel goed uit. Qua Rijn Kinderplein? Nou, daar hebben wij goede overleggen mee op dit moment. We proberen ze hiervoor te behouden. Op deze plek, dat is de wens ook van Corijn zelf. Voor een langdurige periode dat we ze hier kunnen houden. We moeten nog wel de puntjes op de i zetten ten aanzien van ja, hoe we dan het terrein precies in gaan richten. Daar hebben ze een wens neergelegd, dat gaan we op dit moment bekijken. Maar we zijn een constructief overleg ten aanzien van de locatie van Corijn hier. Maar het gedeelte van de EHBO, dat gaat plat. Ja, en daar komt dan uitvaartverzorging Frank Meeuws, heb ik gehoord? Ja, dat is inmiddels blijkbaar een publiek geheim. Hè. Dus dat circuleert overal rond. Normaal doe ik daar geen uitspraken over. Maar we zijn ook met die partijen in ieder geval in goed overleg op dit moment. Om dat hier te kunnen realiseren. En dan is nog een discussie bijvoorbeeld parkeergelegenheid. Hè. Zeker als er heel veel mensen komen. Nou, hoe gaan we dat hier invullen? Want wij constateren ook natuurlijk dat bij het zwembad, als er het volle bak is bij het zwembad, dan parkeren ze ook op het evenemententerrein en elders. Dus je kunt dat, daar moeten we wel goed naar kijken, dat is weer een gemeentelijke opgave. In combinatie met hetgeen wat hier gaat komen, dat er voldoende parkeergelegenheid blijft in het gebied. Nou, dat zijn we op dit moment ook aan het uitwerken nog. Maar de intentie is wel dat we eruit kunnen komen en dat we op korte termijn hier aan de gang kunnen.